Dit is een podcast van de AVRO. Dennis. Neem afscheid. Is het erg dat je verloren hebt? Nou, ik... wat ik ook eerder zei, ik wilde niet van het spel verliezen. Dus ik had wel de finale willen halen. En dan had ik ook kunnen verliezen. Maar wat mij vooral om ging, is dat ik dit spel wilde spelen. En dat ik erachter kwam wie de mol zou zijn. Er zit hier tegenover mij, Dennis Storm. Hi. Het is heel triest om er als eerste uit te gaan. Maar het is natuurlijk ook heel erg om er vlak voor de finale uit te gaan. Zeker voor iemand met een winnaarsmentaliteit als jij. Nou, dat heeft twee kanten. Vera ging er als eerste uit. En dat is heel vervelend. Omdat je dan, je mist alles. Maar tegelijkertijd zit je ook niet zo in het spel dat je er echt onderdeel van bent geworden. En dus dat is daar dan weer het voordeel. Maar als laatste eruit gaan is aan de ene kant... heel goed, want je hebt wel heel veel mee mogen maken. Maar aan de andere kant is het wel... het is een beetje als de Mount Everest te beklimmen. En dan ben je bijna boven en dan moet je naar beneden... omdat het onweer is of zoiets. Zo voelde het een beetje. Wat ging er mis als je dat voor jezelf op een rijtje zet? Ja, als ik het voor mezelf op een rijtje zet... ik weet natuurlijk niet of ik gelijk heb... maar volgens mij heb ik gewoon van Aniek verloren. Aniek heeft de test beter ingevuld dan ik. Ja, en ik heb misschien de ergste vorm van tunnelvisie ooit... maar... ik weet wie de mol is, maar ik weet niet wat zijn favoriete huisdier is, bijvoorbeeld. Zun, ja. En dat weet Aniek dan wel. Of Aniek is de mol. Of Vivienne is misschien wel de mol, maar... Ja. Nee. Ik blijf erbij, maar ja. Je hebt een pact gesloten met Vivienne, dat hebben we kunnen zien. Heeft zij ook een pact gesloten met jou? Ja, dat lijkt me dan wel. Ja, hoezo? Nou ja, omdat zij toch iedere keer wel constateerde dat het teleurstellend voor jou moest zijn om met haar steeds afspraken te maken. Ja, dat klopt op zich wel. Omdat, maar goed, op een gegeven moment de aflevering hiervoor hadden we in ieder geval als doel om Rick... nou, het klinkt heel lullig, maar eruit te werken. En dat is niet helemaal gegaan zoals de bedoeling was. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. Hoe heb je het zelf ervaren in de dynamiek van die groep? Want op mij kwam je over, en dat is misschien ook wel je kracht geweest lange tijd, als een echte Einzelganger. Maar ergens van binnen in die kokende pot moet toch wel van alles hebben plaatsgevonden. Ja, nou, ik vond het in het begin heel moeilijk. Toen we nog met 10 mensen waren, toen had ik er heel veel moeite mee. Omdat je iedereen... heel snel leert kennen, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want iedereen is vooral in het begin alleen maar met het spel bezig. Je weet niet precies in hoeverre dat spel doorgaat. En dan komt iedereen er al snel achter van ja, dit spel gaat continu door. En dat was voor mij heel moeilijk. En toen we eenmaal naar Jordanië gingen, toen waren we daar met z'n 7e, 6e. En toen begon het steeds relaxer te worden. Omdat iedereen ook wel een beetje nu met zijn eigen spel bezig was. En het was wel... ja, het was wel duidelijk hoe iedereen zijn kansen waren en wat iedereen dacht en zo. Maar vindt er ook niet een soort psychoterreur plaats? Want het leek mij juist dat het steeds moeilijker wordt als je naar het einde van de finale aan het gaan bent. Juist omdat er zoveel gebeurt en zo weinig mensen zijn nog om op te letten. Ja, dat klopt. Maar ik ervaarde dat toch iets anders, omdat dat is misschien heel goed gelovig. Maar van Vrouwtje geloofde ik gewoon heel zeker dat zij het niet was. En toen vloog zij er jammer genoeg uit, toen ik de vrijstelling had. Van Sebastiaan, daar ging ik veel mee om. En die was inderdaad wel verdacht, maar ik vond hem te verdacht. Dus dat was voor mij ook wel relaxed, dat ik hem uit kon sluiten. En toen, de laatste drie afleveringen, of had ik dan met Vief. En ik geloofde dat zij de mol niet was. Dus ik had helemaal geen wantrouwen meer of zo. Of ik moest haar helemaal niet controleren of zo. Wat je normaal wel in het spel met iedereen doet. En ja, ik zat eigenlijk alleen maar op één iemand te letten. En dat is misschien wel mijn fout geweest. Nou ja, dat zullen we dan zien. Je bent echt een speler. Is dat ook de reden dat je in aflevering 1 hebt gezegd van ik wil de mol niet zijn? Ja. Ja? Absoluut. Dat had ik ook in het voorgesprek. Want daar was ik heel bang voor. Op een gegeven moment moesten we in zo'n kasteel. En daar zag je beelden terug van de sollicitaties, zeg maar, om aan de mol mee te doen. En in die sollicitatie heb ik ook heel stellig gezegd van ik wil de mol niet zijn. Ik wil wel meedoen, maar ik wil niet de mol zijn. Dus ik was bang dat mensen dat het geluid aanstond, dat ze dat zouden horen. Maar ik wilde gewoon het spel spelen. En de mol ontmaskeren en niet de mol zijn. Een andere optie was er niet voor jou? Nee. Nou, je hebt het echt geweldig gedaan. Ik vind het echt ongelooflijk goed. Je was echt de meest alerte speler, geloof ik, die ik ooit aan het werk heb gezien. Want op het moment dat Aniek het rode scherm kwam, was je de eerste om te kijken wie zij had uitgekozen. En wie de naam was die achter op die penning stond. Ja. Het zijn kleine dingen, maar toch.
Ja, die hebben misschien allemaal geholpen, wel die alertheid, om zover te komen. Ja, wat, hoe bijzonder is het voor jou geweest om aan dit spel mee te doen? Ja, fantastisch. Echt fantastisch. Ik heb sowieso al het geluk dat ik heel veel mag reizen voor BNN. Maar dit is een heel ander verhaal. Dit was niet zozeer een reis, maar echt een fantastisch avontuur gewoon. Je zit in een spel en je weet 's ochtends niet wat je 's middags gaat doen. En dan zit je weer in een busje en dan stap je weer uit in een woestijn in Jordanië. En dan lig je weer in de Dode Zee. Ja, te gek. Heeft u nog iets opgeleverd? Ja, nee, een hele, hele fijne herinnering. Ik luister heel veel muziek. En als ik bepaalde muziek hoor, dan zit ik ook weer helemaal terug in die flow. Dan zit ik weer in een busje in Jordanië op weg naar een opdracht, zeg maar. Dat vond ik echt mooie momenten. Oké, goed. Het is tijd voor luisteraars om te horen hoe men had kunnen weten dat jij het spel zou gaan verlaten. Mijn broer in de studio neemt dit gedeelte even over. Wie is de mol? Hoe had je kunnen weten dat Dennis het programma moest verlaten? Dit is het fragment van vorige week. Dennis, die in aflevering 1 duidelijk nee zei op het aanbod van Pieter-Jan Hagens, ik wil niet de mol zijn, gaat naar huis. En bovendien had Dennis, zoals we weten, een pact met Vivienne, Too Unlimited. En dat pact wordt nu verbroken, heeft dus wel degelijk een limit. En bovendien hoorden we Dennis vorige week letterlijk zeggen... Het is eerder bedacht dat jij gewoon... Nee, want ik dacht dat het ook... Je snapt hem. Nou, dat was Dennis. Volgende week is de finale. Let op, over 2 weken maken we bekend wie een prachtige reis naar Noord-Ierland heeft gewonnen voor 2 personen. Dit was een podcast van de AVRO. Wij maken tientallen verschillende podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot AVRO-archief en speciaal hiervoor gemaakte programma's. Deze gratis downloads kunnen we alleen blijven bieden als je steunlid wordt van de AVRO. Voor slechts €6 per jaar maak je dat mogelijk. Kijk op lidworden.avro.nl. Wij bieden je als luisteraar alle vrijheid. Nu en in de toekomst.